Welkom bij de eerste video van Historische Context China. En net als bij de andere historische contexten, is die opgebouwd uit een aantal deelvragen. Hier zie je de eerste staan. En die deelvragen die zijn gebaseerd op de kenmerkende aspecten. En dat zijn in dit geval de volgende vier kenmerkende aspecten. En daarbij moet meteen gezegd worden dat het kenmerkende aspect rechtsonder, vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme, dat dat hier gekoppeld is aan tijdvak 8 en niet aan tijdvak 9. Want dat verzet vond in China eerder plaats dan op andere plekken in de wereld. En daarmee zien we dus meteen dat de Chinese tijdrekening en de loop van de Chinese geschiedenis dus ook anders is dan de Westerse tijdrekening zoals wij die gewend zijn. Want die westerse tijdrekening is het indelen van de tien tijdvakken, hè? van de tijd van jagers en boeren naar de tijd van televisie en computers, met eronder dus de tijdbalk zoals die er dan bij hoort. Ja, in China wordt niet zo gerekend, hè? Dus het is heel raar om in China te spreken van de tijd van Grieken en Romeinen, of uh, de tijd van Pruik en de revoluties, hè? de Franse revolutie heeft nooit in China plaatsgevonden natuurlijk. Dus dit is vooral een westerse indeling van de geschiedenis. In China ziet de tijdlijn er dan ook anders uit en baseert men zich op zogenaamde dynastieën. En een dynastie, dat is een, uh, een familie die aan de macht is over twee of meer generaties. En uh, de Chinese tijdlijn, die ziet er dan ook als volgt uit: het begint met uh, de prehistorie, en op een gegeven moment komt er ook schrift. En dan zie je dus ook dat de eerste uh, dynastieën worden opgetekend. De eerste is de Shang-dynastie, die over een lange periode in uh, de Chinese geschiedenis. De, de, de macht heeft dan de Zu-dynastie en uiteindelijk de Qin-dynastie. Nou, en die naam hoef je verder niet te onthouden, maar het geeft dus aan dat de Chinezen hun tijd anders indelen. En met die Qin-dynastie, die er helemaal rechts staat, en hier zien we daar de eerste uh, leider van, uh, dat Zeng. Dat is ook de eerste keer dat er in China sprake is van een keizer. En uh, nou, hier hebben we weer die Zeng, en hij uh, wordt dus in 226 voor Christus, wordt hij keizer van het Qin-rijk, van de Qin-dynastie. Je mag meteen de naam en de jaartal vergeten, maar zo kom je een beetje ook in. Ja, krijg je een beetje gevoel voor de Chinese geschiedenis. En ja, een keizer, dat is dus een, een, een vorst, een machthebber, die verheven is boven alle andere vorsten. He, dus het is de allerbelangrijkste vorst. En uh, ja, die keizer die zei dat hij een hemels mandaat had om te regeren. Oftewel hij regeerde als een absolute vorst. He, je kunt dat vergelijken met Draudevin, het goddelijk recht dat we uh, eerder hebben gezien in tijd van XVI bijvoorbeeld. Ik ben als keizer vanuit de hemel aangewezen om te regeren over de bevolking. En die keizer van die dynastie die regeert dus over China en dat is altijd een heel groot, heel uh, volkrijk land geweest in de geschiedenis. Hier zien we bijvoorbeeld het grondgebied van die Qin dynastie waar die Zeng dus de eerste keizer van was en zijn zoon uh, was daar de tweede keizer van. Toen kwam er alweer een nieuwe dynastie en je ziet dan dus dat dat donkere gedeelte dat was onder controle van de Qin dynastie. China dat zag zichzelf in de loop van de geschiedenis altijd als het rijk van het midden. Hè, alles draaide rondom China. China was ver verheven boven andere landen en uh, ze waren ook veel verder ontwikkeld dan, dan andere landen. Alles draait om ons, zo redeneerde men in China. Ja, het echte centrum van China, want tegenwoordig China is China veel groter dan dat we hier op de kaart ook zien. Het echte centrum van China zien we hier eigenlijk al wel staan. Dat is het, het, het binnengebied, zoals ze dat zelf zeggen. De vruchtbare streken langs de kust en rondom de grote rivier. Hè. De gele rivier is bijvoorbeeld een heel grote rivier. En ja, daar werd al vanaf 226 voor Christus, werd daar ingepeperd dat het belang van de staat boven het belang van het individu gaat. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. En dat komt voort uit iets wat heel belangrijk is in de Chinese cultuur, in de Chinese samenleving, en in de Chinese politiek, namelijk het Confucianisme. En dat is de leer van de filosoof Confucius, die leefde in de zevende eeuw voor Christus. Hier zien we hem. Ja, en hij wilde dat er orde en harmonie in de maatschappij was. En dat kwam er als, een, uh, als iedereen zijn plaats in de maatschappij kende en zich hield aan de bestaande rituelen en omgangsvormen. Dat zou dus zorgen voor orde en harmonie, voor een stabiele samenleving. Nou, en erin waren vijf relaties, uh, volgens Confucius, heel erg belangrijk. Uh, ten eerste, de vorst, de keizer dus, die is uh, superieur aan zijn onderdanen. Uh, een vader is superieur aan zijn zoon. Een oudere broer is superieur aan een jongere broer. Een echtgenoot is superieur aan echtgenoten. Sowieso uh, kwamen mannen altijd eigenlijk boven vrouwen. En vrienden zijn elkaars gelijk en moeten elkaar respecteren. Ja, en dit is een leer die echt heel diep in de Chinese cultuur zit. En, en die, die, die dus uh, ook nu nog steeds van grote invloed is in China. En die zie je dus ook terug in het bestuur. Die hiërarchische verhoudingen komen ook daar terug. He, je bovenaan heb je dus de keizer staan, met, met als een adviseurs en dergelijke omheen, het keizerlijk Hof. Nou dan wordt China ingedeeld in, in, in prefecturen, grotere gebieden, uh, vervolgens weer in provincies en gemeentes. Ja, om zoiets dus bij elkaar te houden, heb je dus echt duizenden en duizenden ambtenaren nodig. Die moeten betrouwbaar zijn. Ga maar naar dit: dit, dit is het grondgebied van, van de uh, Qing-dynastie, waar we eigenlijk dadelijk onze historische context echt gaan starten. Je ziet dat is groter zelfs dan het huidige China. Ja, dan heb je dus heel veel mensen nodig. En uh, om dus te zorgen voor goede en betrouwbare ambtenaren, was er een heel streng en heel rigide ambtenarenexamen, dat, dat eeuwenlang werd afgelegd. Ja, dat vond eens in de drie jaar plaats. En er was echt, uh, je werd echt verondersteld dat je een echt zeer grote kennis van de Chinese literatuur had. Niet een beetje nee, je moest dat echt echt goed kennen. En ja, het was zo streng dat uh, het slagingspercentage, dat, ja, dat, dat lag op 1%, 1% van de deelnemers maximaal uh, slaagde in één keer voor dit, dit ambtenarenexamen. Ja, en waarom dan zo'n streng examen? Nou ja, nogmaals, om zo grootrijk, bestuurbaar en controleerbaar te houden en leefbaar te houden ook voor de bevolking. Uh, vond de Chinese overheid, hè, ook in de gedachte van het Confucianisme, uh, orde en harmonie heel erg belangrijk. Iedereen moest dus in dienst staan van het grotere geheel, van de staat, van het land.